Wat een bagger weer is buiten, zeg. Niet normaal. Oh, gelukkig ben ik. Tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Van de Patje, zoals iedereen weet. Ik heb een paar dingen gedaan. Dus koffieapparaat schoongemaakt. Want die zag gisteren echt niet uit. En eigenlijk zou ik gisteren schoonmaken. En toch is ervan gekomen dat ik net heb gedaan. Maar ja, in ieder geval gebeurd. Nu maar even lekker koffie zetten. En lekker wakker worden. En dan ook nog even lekker gordijn opengooien. Maar ik wou lekker naar bed gaan gisteren. En toen is er wat gebeurd. Precies toen ik naar bed ging, is een glas kapot gegaan van de schilderij. Dat is van die schilderij. Ik weet precies hoe het komt. Er zit zo'n clipje, zit aan elkaar zo vast. En daaronder zat er geen clipje. En daardoor is hij, gevallen. Maar ja, nu heb ik lekker gordijn ook omhoog. En dan ga ik ook maar binnenkort nieuw schilderij kopen daarvoor. Of nieuw glas. Eén van de twee. In ieder geval nu heb ik lekker deze omhoog horen. En lekker wakker te worden. Val mee hoe prachtig weer het is. Gisteren was het veel lekkerder. Zo, wat heb ik daarvan genoten, zeg. Gisteren hoe warm het er lekker weer was. Oh, heerlijk. Als het een klein beetje zon vind ik het al prima. Al voel ik het een beetje warmte vind ik al prima. En af en toe dat hij verdwijnt vind ik ook niet erg. Maar ja. Nu ben ik lekker bakje zetten. En dan ga ik lekker editen. Dat moet ook gebeuren. En ja, vanavond ga ik nog wat leuks doen. Maar dan gaan jullie wel, gaat het wel een leuke dag worden vandaag. Blijf in ieder geval kijken. En dan gaan we weer leuke dingen van maken. Leuke verhalen. Maar ja, ik zit alleen in de twijfel trouwens of man voor het glas gesproken. Of ik nou bij in de prullenbak ga doen of niet. Maar dan ga ik nog even kijken. Nu maar even lekker radio aanzetten ook nog. Voordat de koffie al klaar is. En de radio nog. Zo. Heerlijk, lekker radiootje. Lekker relaxed. Ik ga even spullen pakken alvast voor vrijdag. Vrijdag ga ik weg. Dan ga ik even kleren pakken voor vrijdag. Ik ga even kijken. In ieder geval moeten we hebben twee broeken. Eén van die broek trek ik morgen aan. Eentje andere dag. Dus neem deze shirt. En even kijken. Dat ga ik even doen. Deze. Zo, ik heb nu alles bij elkaar gepakt. En natuurlijk onderbroeken. Zo. Is ook wel belangrijk. Even denken hoor. Even met dagen moet ik even in de denken hoe lang ik allemaal moet hebben. Ja, nee, klopt. Nee, ik heb het al perfect. En dan ook sokken nog. Even kijken hoor. Die is vanmorgen. Wacht even. Nee, die is niet vanmorgen. Eén. Even kijken hoor. En deze. Hoppakee, die ben ik klaar. Ga ik dadelijk even in een tasje doen, want dan moet ik ook even erin doen. Wat zou ik gebruiken voor een tas? Ja. Yeah. Misschien even KRO-tas. Als ik die toch heb gekregen, doe ik denk daarin. En wat ik ook nog alleen nog hebben, maar dat komt later nog wel oplader mee te nemen. Maar ja, ik heb nu alles gepakt. Ga ik dadelijk in het tasje doen. En dan lekker. Pas klaargemaakt en anders vergeet ik het weer. Ik ben zo'n type die vergeten. En ja, ik ben zo'n type, ik hou er niet om dingen vergeten. En als je van voorbereidt, vergeet je het nooit. Nou, dat wil ik ook niet zeggen. Je kan het alsnog vooral vergeten. Om het dan te pakken. Dus. Maar ja, nu lekker koffie zetten even en dan dadelijk. nog even de laatste dag werken en dan heb ik lekker weekend. En ik ben weg tot zondag. Dus dan weten jullie dat ook. Nu maar lekker koffie zetten. En dit nummer blijft mooi. Echt ongelooflijk mooi. Ik ga er nog even lekker hard aan zetten. Dit is toch een prachtige nummer om te zingen. Ah, oh, oh, I know. Ik hou van muziek. Ik hou alaf muziek. Echt, daar kan ik gewoon echt lekker van genieten van muziek. Ja, ben je wel benieuwd. Houden jullie van muziek en wat voor muziek? Laat het weten in de reacties. En wat ik hiermee moet doen met de glas, ik heb eigenlijk al open gehaald. Ja, echt handig voor mij, maar hoe dat komt weet ik ook niet. Het is heel automatisch snel gegaan. Terwijl ik het helemaal niet door had. Maar oké. Nu maar even daar spel in de tas doen. En dan lekker koffie drinken. Nou, ik ben erachter gegaan, maar die KRO-tas is veel te klein. En nu heb ik een andere tas, eigenlijk boodschappentas gewoon gebruikt. En dan zit hier allemaal in. Ik heb wel vast ingedaan. En koffie is klaar, daar ga ik lekker melk en suiker in doen. Want ja, ik hou niet van zwarte koffie. En ik ben er totaal niet van. Ik hou meer van suiker en melk. Lekker koffiecreamer. Dus, dan ga ik lekker koffie drinken. En dan even wachten tot de video's die klaar zijn. Tot de video's klaar is. Zo, laatste beetje suiker. Klein scheepje nog. Zo, klaar. Hoppakee. Nu maar lekker een bibakje drinken. En ik ga even kijken of de was droog is. Nou, eigenlijk is hij droog, maar... Weet je, ik doe wel vanavond, weet ik zeker dat het droog is. Nou, ik kan wel, daar heb ik wel tijd voor om vanavond even te doen. Nu maar even lekker een bakje drinken. Hou van de leven houdt van jou. Ik was dat gewoon lekker gaan zingen, want ik vond het echt leuk. Ik vond het even lekker leuk liedje. Nu ben ik lekker richting werk toe. Eén laatste dag. En dan heb ik lekker weekend. En ik ben dan die weekend niet thuis. Maar waar ik ben, ga ik nog vertellen. Waarschijnlijk morgen ga ik dat vertellen. Nu maar lekker richting mijn werk toe. Het is nou wel ander weer dan gisteren. Nu is dat veel en veel frisser. Maar ja, nu maar lekker gaan werken dadelijk. Oh, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in, maar aan de ene kant ook weer wel. Want ik voel, omdat ik nu al voel dat bijna weekend aan aankomen is. En ik kijk er al helemaal naar uit naar het weekend. Ik vind altijd fijn wat er is. Ik denk dat iedereen wel fijn vindt dat het weekend is. Ja, ik denk dat iedereen wel van houdt weekend. Maar nu lekker richting werk toe. Dat moet ook gewoon gebeuren. Wat een bagger weer is er buiten, zeg. Niet normaal. Oh, gelukkig ben ik nu thuis. Ik kan net even bij de groep zitten, een beetje te kletsen over voetbal. Maar wat ga ik nu even lekker opwarmen hoor. De kneter. Ja, net over mijn werk. Nu maar even kan je eten geven, moet ook gebeuren natuurlijk. En ja, jij wil vast eten hè Ganja? Ja, dacht ik ook. Hè? Huh? Zo, ja, lekker hè, op je rugje. Even lekker geaaid te worden hè. Hè? Nou, gaan we jou eten geven en dan ga ik daar ook zelf eten maken. Ja? Mag dat voor jou? Ja, het is heel moeilijk eigenlijk om dadelijk twee eten te maken. En eigenlijk, ja, ik ga eerst in ieder geval eten maken voor Ganja en dan ook dadelijk voor mezelf. Ganja hebben nou eten gegeven, maar voordat ik zelf ga eten maken ga ik nog even wachten. Want ja, het is nog eens zo zuur. Ik vind het nog te vroeg voor mezelf eigenlijk eten te maken. Want het is nu eigenlijk 17:15 en ik vind dat nog te vroeg, 4:15 of 6 of 5 is het. Ja, ik heb echt moeite met klok kijken. 4:45 of 5:45, één van de twee. Nu maar even lekker eten. Even dingen achter de computer doen, want het stopt denk ik. Nou, valt mij. Nu maar even lekker klaarmaken om dadelijk eten te maken. Nu even lekker het ding achter de computer doen. Ik ga mijn eten aanpakken. Want ik heb 4 eten waar ik uit kan kiezen. Dat is, even kijken hoor. Boerenkool. Zuurkool. Spinazie. En andijvie. Even kijken hoor. Waar zou ik voor gaan? Spinazie. Kan ook goed zijn. Of zuurkool, nee. Dat doe ik nu niet. Nou, boerenkool maar doen. Ja, boerenkool. Laten we die maar lekker nemen. Dan ga ik die even lekker opwarmen. En dan ga ik ook lekker eten. Het eerste wat ik ga doen is prikken. Zo. Zo. Even kijken hoe lang hier de magnetron moet. Of over een magnetron, even kijken hoor. Ganja, de Ganja wil altijd in de koelkast zitten. Daar is hij nieuwsgierig naar. Magnetron, bla 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 bla. 6 minuten. Oké. 6 minuten mag het erop. En dan daarna eruit halen. Hop. En dan gaan we dat lekker even doen. Even lekker 6 minuten in magnetron. En dan ga ik lekker even dingen achter de computer doen. Zo, 6 minuten zit erin. Nu maar wachten tot die klaar is. En eten is klaar. Nou, deze ga ik sowieso niet gebruiken. En die moet ook sowieso afgewassen worden. Kijk, deze kan hier op de tafel liggen. Vind ik. Zo. Want de eten is klaar. En dan ga ik al een paar keer ploffen. Dat goed de zin nou. Maar gelukkig ging het goed. En nu maar even plastic afhalen. Ik ga alleen die plastic even afhalen. Zo. En wat er ook stond, ga ik ook gelijk doen. Een minuutje laten staan. Dus dat ga ik ook sowieso doen. Als wat aangeven staat, ga ik het ook gelijk doen. En dan ga ik nu lekker van smullen. Wauw, dit is wel niet vet. Zit al mijn handen. Maar ja, dan gaan we lekker even eten. Laten we dat gelijk doen. Daar zitten we dan. Oh, wat ben ik eigenlijk blij dat ik binnen zit. Maar ik ben gelukkig droog. Ik kan natuurlijk niet buiten vloggen, wil ik een flight bij zeggen, want ik kon mijn camera niet aan. Weet je wat hij wou doen? Jawel. Hij wou mij een omhelzing geven toen hij nat werd. Ik dacht, ik ben even vernieten. Je bent een zieke vernieten. Zou ik het nooit doen. Je doet maar dus wat met mijn zega om een knuffel te krijgen. Doe even normaal. Maar we hebben iets bijzonders. Ja, touwtjes. Wat voor touwtjes zijn dat, denk je? Om je op te hangen? Wacht. We laten het niet zien, maar het zijn de gekleurde touwtjes. Dat kunnen we wel zeggen. Oké. Wat kan er nog meer zeggen? Oh, die doosje vind je leuk. Die wit is leuk. Ik vind die doosje leuk. Ik vind die blauw leuk. Oh. Dank je wel. Nou, zeg maar wat het is. Scooby-Doo touwtjes. Ja. Hartstikke leuk. Hoe lang geleden is dat? Zo, maar die is wel oud. Laat eens weten in de reactie of je het nog herkent, Scooby-Doo touwtjes. Okay. We gaan dus Scooby-Doo'en. Maar jij bent het denk ik ook nu maar aan vergeten. Ik weet het nog. Ik ben verleerd, ja. Ja, verleerd? Nou, ik weet niet hoe ik het moest in elkaar moet volgen. Ik weet het nog. Weet je wat? Zal ik het anders eens voordoen? Oké. Ga jij het eens voordoen? Nou, gaan we dat doen. Hallo! Hallo meneer de L. Waar ga je nog naartoe? Naar fabeltjes. Krant. Fabeltjeskrant. Nee, fabeltjesland. Dat staat in de krant. Ja. Oké, wauw, heel slecht. Uh-oh. Snuf, snuf. Uh-oh. Snuf, snuf. Maar oké, we mogen... Dat blijft niet veilig hoor, dat ding. Voor haar. Voor het... Rol. Nou, dit is een Scooby-Doo touwtjes over, zeg maar. Ja, leuk! Leuk! Rustig! Zo! De knijters! Ja. Want die gaan jullie nog een keer zien. Die reactie gaan jullie nog een keer zien. Die was heel mooi. Zo! Oh mijn god. Oh, een meurt gewoon. Nou, eentje valt nog mee, maar... Zo je schrok gewoon. Nee, ik vind het zo valt nog mee. Er valt nog mee als je eraan zit. Wacht. Hoe is leuk. We zitten helemaal te knoeien met de Scooby-Doo touwtjes. We zitten trouwens met... Hé? Wacht even. Wat is dit? Zit een ijzerdraad of zo? Kijk! Deze is dikker dan die! Echt? Ja! Kijk dan! Oh, kijk dan! Kijk, verschil. Oefenen. Ja. Is het bizar? Ja, eigenlijk wel, ja. Kijk mensen! Mensen! Nou, ja, ze kunnen niet voelen, hè? Nee, maar ik kan dat laten zien. Kijk, deze. Deze is heel dik. Die is heel dun. Ja, wacht. Moet ik het even laten zien? Ja. Dit is dikke en dit is de dunne. Ja. Kijk, ik weet niet of jullie kunnen zien op beeld. Dat is niet te zien. Jawel. Ja? Hij is wel te zien. Maar hij is ook die ene, die donkere, die is heel erg stroef. Die is heel erg... Ja, hard. Ja. Net of... Vergelijkbaar dat spaghetti hard is. Ja, nee, maar spaghetti kan het. Wat zitten ze nou? Zeg je nou iets verkeerd? Dat is een rare vergelijking. Hoezo een rare vergelijking? Nee. Nee, niet even drinken, alsjeblieft. Nee, ik dacht dan meer aan ijzerdraadachtig. Nee, spaghetti. Nee. Ja, als je laat staan. Je moet zien, als je de spaghetti op gaat warmen en je laat het staan. Een dag. Ja, dan heb je niet dat soort, dan heb je meer dit. Nee, dan heb je echt dit. Dan heb je dit hoor. 100%. Ja. Nou, misschien nog breken. Ja, je hebt wel gelijk. Ja, ja, ik heb altijd gelijk. We zijn met touwtjes bezig, hè? Ja. Ja. Ja, dat wil je ermee zeggen. Maar ik krijg het nog steeds niet. Ja, ik heb hem. Ik heb twee kleuren. Nou, hou dan. Ik die. Zo, boink. Huh? Er klopt iets niet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb hier precies aan de punt. Ja. Snappen jullie? Het is zo raar. En hier zit hier gewoon echt letterlijk. Wat ik heb geleerd trouwens, is dat je zo moest doen. Oh, dat is... Die is nog korter. Kijk. Ja, dat is... ik snap het. Breekt dat dus zo? Zo snel. Kijk. Oh nee, volgens mij. Nee, deze, nee, deze heeft wel. Nee, kijk niet worden. Kijk, je moet zo'n knoop in maken. En dan ben je klaar. Wacht even, jij gaat snel. Ik ga altijd zo snel. Veel te snel. Mag ik er ook vier? Oeh, ik klik het al heel fout nu. Kijk, niet langer. Klik ik al. Oh jee. Heel droog ook, hè? Oh jee. Kijk, je hebt twee kleuren, hè, als het goed is. Nee, ik heb er vier. Huh, vier? Ja, je kan er ook met vier doen. Ja, nee, maar dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Welke wil je hebben? Oh man, nou dan doen wij... Die ben uit. Ja? Oh, er moet er nog één uit. Ja. Fuck. Shit. Nou, ik ben gek op plat, dus dan doe ik die uit. Ja, welke heb je nou? Die? Nee, die in je handen. Oh, die moet je hebben. Ja. Nou, wat we gaan doen nou, is... niet mag. Hij is wel... Nou, ik vind het trouwens wel donker, vind je niet? Licht, te licht. Nou ja, ja, wat jij wil. Iets bij wat echt een beetje... Ik heb in ieder geval twee kleuren. Is. Dat is deze twee. Waar is nou weer, waar heb je nou in de buiten gelaten? Hier. Verdorie. Hier, gaat u bovenop de berg leggen. Ja, met zeker. Touwtjes. Jij, echt een vent ben jij, hè? Mannen. Mm. Mag ik? Huh? Mag ik? Ja hoor, gaat u gang. Ja. Mag ik beginnen? Mooi. Je was al begonnen. Ja. Yeah! Wat je meestal doet is deze om en om. Eigenlijk begin is altijd moeilijk. Even. Nog dichterbij. Ja, ik moet kijken. Ja. Ik moet even denken hoor. Nou, wacht even. Ik ben nou de kluts kwijt. De kluts is jou ook kwijt. Oh, dankjewel. Yeah. Maar ik, als ik goed even kijk hoor. Ik kan er ook, wacht even. Oh ja, dat is ook wel interessant. Even eerst even goed vastmaken. Weet je hoe je het nou... Kijk, dit ziet het er nou uit, zo uit. Een en al spaghetti sliert. Voor mensen die niet weten... Die nou, dit is de Scooby-Doo. Ja, dat ben ik zoals het niet hoort. Ja, ja, ja. Ik heb hem. Ja? Weet je het zeker? Nee. Nee. Dat is hem ook niet. Oh. Hij wil het gewoon niet. Ik kan hier echt erg geurtje dan. Als je nou even... Weet je, we gaan eerst even kijken of... Ik ga proberen het begin te maken en ik kom zo bij je terug. Oké, we hebben 2 momenten vlog en toevallig naar mijn vriendin aan bellen. Oké, dan gaan we hem verpakken. Volgens mij sta ik iets te laag. Kijk. Ik kan er wel iets zo. Ja, dat zei ik al. Ja, en ik heb hem ook gewild, hè. Oh, hallo! Oké, duidelijk. Dan ben ik al Eén woord. Ja. 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 Ja, zeg maar. Ja. 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 Nee. Nee, zeg één woord. Dus. Ja. Gek. Op een stokje. Nu jij weer. Nou, toevallig zijn we nu al Scooby-Doo ook. Dan krijg ik het bij op, hè? Hè? Dirk! Oh, Dirk! Als je dit ziet... En ik neem niet de telefoon op, lieverd. Dan ben ik aan het Scooby-Doo'en. Dan weet je dat, ja? Zou die nog bellen dan? Nee, joh. Hij en bellen. Nee, dat is waar. Het is geen type om te... Nou... Hij appt. Appt hij liever? Ja, hij appt. Ja, hij gaat het leren. Ja. Is dat Justin Bieber? Alsjeblieft, please. Nee, 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 nee. Geen Justin! Oh, lijkt er wel op. Ja, geen Justin Bieber, ik wil George Michael. Jij doet met je George Michael. Sorry, is expres stil. Dit is mij niet langs. Ik wil George Michael! Die ken ik niet. Nee. Doe George Michael. Huh? Ze gaat aan Google vragen. Hey Google! God! Zo dom! Zo! Wow! U zei... Hey Google! Ja. Hey Google, zet George Michael op! Yay! Huh? Oh, gaat hij zoeken. Dankjewel. Ben je blij? Je weet dat dat film is. Oh ja, sorry. Maar jullie wisten al dat ik niet helemaal... Nee, ik vooral. Ja, jij loopt door de regen heen met een, hè? Ja. Wat is die door de regenschap? Die is gek. En dan wil hij mij nog eventjes een knuffel geven. Ja, dacht het niet, hè? Maar die zei ik dat er haren van hem. Nee. No way. Ik heb ook, ik zei, dat doe je maar bij je vrouwtje, niet bij mij. En toen zei ik, ah, dat zij zou het minste wel doen, denk ik. Oh, ik zou dat zo doen. Ik ken haar gewoon goed. Nee. Ik ken haar gewoon goed. Ik weiger. Gelukkig zijn we allemaal apart. Gelukkig wel, anders zou het heel verkeerd zijn. En heel saai. Ook saai. Ja, maar ook saai hoor. Saai. Bleh. Want dan zou jij helemaal verzot zijn ook op George Michael en hebben dezelfde kat als ik en... Dat zou echt zo irritant zijn als we allemaal eigenlijk hetzelfde leuk vinden. Ja, en zo denk ik sowieso ruzie ontbreken. Ja, maar dat hebben we dus nu ook met die Scooby-Doo touwtjes. Waarom vind ik dit eigenlijk leuk? Want ik moet het voor jou leuk vinden. Zo. Ben je er klaar mee? Hoor! Hoor! Ik ga van je scheiden! Mooi zo. Ah. Sorry? Wat zeg je nou? Huh? Ik moet nog even iets doen. Oh, is goed. Ik ga solliciteren als directeur van de... Van de LFB. Oh, leuk! Hoe zit het nu mee? Is wel duidelijkheid of niet? Ik moest nog de brief de deur uitsturen. Shit, ik zit aan dezelfde kant met kleuren. Oh. Oké. Hé, maar wat wil je dan gaan worden, Sanna? Directeur. Wat? Directeur. Directeur? Volgens mij ben je dat al, toch? Nee, ik ben al gewoon op een sterke plaats ben Oké, dus je gaat nou naar directeur. Ja. Wauw. En wat moet ik doen? Ik moet wel even een motivatiebrief naartoe sturen. Ja, en ook jouw cv, hè? Ja, die heb ik al gemaakt. Oké. En staan er sterke punten in? Ja. Zoals meedoen van het televisieprogramma. Ja. En nog meer dingen die ik heb gedaan. Goed zo. Ik ben ook een Limburgs-ambassadeur, dus ja. Oh, nou ja, gaat echt hard hoor. Hey. Nog even, dan ben je ontzettend beroemd in plaats van dat je bekend bent. Ja, zij zat echt voorin al mensen met een lichtverstandbeperking. Nou ja, maar dat is maar toch juist dat is net als ik. Oh, Sanne, trouwens, weet je wat ik gedaan heb? Ik heb een mail gestuurd naar de KRO voor net even anders deel 2. Voor mensen met een verstandelijke beperking zoals ik heb, maar ik heb dan... Maar ik heb net zoals jij, ik heb dan ambulante dienstverlening, de ambulante begeleiding. Alleen wij krijgen heel weinig medewerking, waar wij dus, wij staan best wel heel erg op onszelf in de maatschappij, wat heel erg, waar we heel veel, ja, we zijn tegen heel veel dingen lopen we aan, hè? Ja. Mensen die verstandelijk beperkt zijn en die dus wel 24 uur per dag gewoon begeleiding krijgen, die worden geholpen door hun pb'ers of door hun ouders of weet ik veel wat, maar wij moeten het constant zelf doen. Kijk, mijn ouders zijn overleden. Ik kan niet terugvallen. Ja, je kunt niet naar je ouders toe. Nee, maar. Nee. En dat is best wel hard soms. Huh? Ah, ik dacht even dat mijn radio uitviel. Je wat uitviel? De radio. Oh, ik dacht dat ze zei Marije. Nee, maar mijn ouders zijn inderdaad overleden, dus daar kan ik er dus niet op terugvallen. En op mijn pb'er en op mijn vrienden. Maar dat is best wel, soms best wel moeilijk, vooral als jij dan inderdaad in de maatschappij ergens tegenaan loopt, vooral zakelijke dingen. En je moet dan gewoon, ja, je moet dan echt opboksen tegenover wat jij vindt en wat jouw gevoelens zijn. En daar heb ik nog wel eens moeite mee. En dat heb ik dus nu ook, ja, althans, ik heb daar nu een mail over geschreven naar de KRO. Maar ik heb er alleen tot nu toe nog niets over gehoord, dus ik hoop dat ik er ook in komt. Nee. We gaan het zien. Het zou super zijn. Het zou echt gaaf zijn, hè? Ja, weet je, ik zou wel hopen van wel, want ja, het moet wel, mag wel meer, ja, door, ja. Ze moeten wel doorgaan, want iedereen heeft andere impact met moeilijke dingen. Nou, iedereen loopt tegen verschillende dingen aan. Ja, ja, zo kan je het ook zeggen. Er wordt te weinig aandacht besteed aan mensen van, net zoals jij en ik, met verstandelijke beperkingen. Iedereen denkt maar gewoon van, oh, dat is normaal en hun zullen het wel begrijpen, maar wij begrijpen niet altijd alles, klaar. Ja. Wij hebben ook gewoon eens ondersteuning nodig en meer begeleiding. En meer begrip. Dat sowieso. Dat is het meerpunt, ja. Zo. En ik ben uitgepraat. Ik let even niet op. Maakt niet uit. Ik heb geluld. En ik ben nog steeds met mijn touwtjes bezig. Dat is wel te merken, ja. Ja. Het is verslavend. Best wel, ja, verslavend. Oh, gaat de verkeerde kant op. Uh-oh. Jongens. Maar dan mag je dan morgen zeker op mij als ik moet eten of niet? Als je gaat eten. Ik denk wel. Oké. Okay. Oké, nee, dan weet ik dat. Dat ik niet al van tevoren ga eten of zo. Wat heb je toch een lief vrouwtje, hè? Ja. Ja. Ze zeggen een schat. Moet je toch wel eens even wat vaker zeggen, hoor. Hoe vaak? Dat heb ik best wel vaak gezegd, hoor. Straks na 9 jaar ondertussen, dan zegt hij het ook niet meer, hoor. Van schat, dankjewel, ik hou zoveel van je. Dat kan ik nog niet. Ja, of hij komt bij mij naar huis over, hè? Ja, en dan hoort het... Ja, en dan zal jij zeggen van, schat, ik heb het in de koelkast bewaard. Oh, dankjewel. Je bent gelijk een vervelling voor relators ook te horen. Ja, dat weet ik nou al. Bij mij is het door idem dito. Alles in het begin is leuk. Dit gaat niet. Wow. Ja, je kan zo tegen hem boven, hè? Ik duw zo wat in je neus. Nee, dank je alsjeblieft niet. Ja, je doet iets fout. Dat dacht ik. Oh, Glenda. Ja, zo is mijn naam. Oh. Dit wordt niks in die vlog, hoor. Kijk maar eens. Ik heb weer alles fout gedaan. Jij kan wel multitasken, maar niet zo multitasken. Toch niet? Nee. Oh. Wil jij trouwens cola? Nee, ik heb nog koffie. Jemig zo. Jij zegt ook niet dat je het doorstept, hè? Ja, ik heb hem al uitgehaald. Ga maar door. Heel grap. Maar hoe zat het nou ook alweer? Oude hoofd. Oude hoofd. Oh. Een kusje op? Nee, niet voor jou. Oh, gelukkig. Maar je hoofd... Ja, ik zie het al. Ja, ja. Zafel. Ja, ja, ik zie het al. Loopt hij eruit, de zafel? Nee, er zitten twee gaatjes in je hoofd. Oh, dat zijn je oren. Hoeveel gaatjes? Twee. Zijn ze oren? Dit is een oren niet stop. Even kijken. Verstopt. Ja, of mijn oren verstopt zijn, vraagt ze. Hè? Hoi. Oh, je luistert wel. Nee, zijn niet verstopt. Tom. Goed, hè? Hier, door jouw fout weet ik dus niet meer waar ik ben gebleven. Leuk hoor, dankjewel. Fijn. Alsjeblieft. Super de boer. Bij mij gaat lekker hoor. Nee hoor, kijk maar, want nou moet jij fout. Nee hoor, ik heb hem. Oh, mannen. Wacht even. Nee, ga maar lekker door. Oh. Ik wil even één ding zeggen. Is even een reactie van Esther. Die had er iets gereageerd op mijn YouTube kanaal over mijn kanja. Inderdaad, Sander, ook een binnenkat moet regelmatig ontvlooid en ontwormd worden. Mensen kunnen namelijk vlooien en wormen eitjes meenemen van buiten of van een... buiten. Ja. Dat klopt. Dat wist ik eigenlijk totaal niet. Wist jij dat al? Ja. Ja? Want mijn huisarts, dierenarts, hetzelfde tegen mij verteld. En... Ja, dat wist ik al, maar daar had ik al gelijk bij. Had ik al eerder over gehad. En wat ik eigenlijk snel wil zeggen... Wat krijg ik nou weer binnen? Ook het is zo, elke maand wordt een kat, of die nou binnen of buiten is... Elke maand wordt die ontwormd te worden. Nee, wacht even. Ja, jij wel, sowieso. Ontvlooid worden, sowieso. Ja. En na een jaar, ja. Dan wordt een kat na 3 maanden ontwormd te worden. Oké. Okay. Dan is het pas na 3 maanden. Om 3 maanden. Ja, zeg maar. Voor mij had hij direct tegen mij inderdaad verteld. Ja. Ja. Dus. Ik weet niet of je die vlog toen hebt gezien. Schat, ik kijk alleen maar momenteel even jouw oude vlogs en ik ben Jill's vlogs aan het kijken, dus sorry, ik loop achter. Ja, ik weet dat ik moet schamen. Jo, je loopt altijd achter. Ja, grappig. Maar ik ga hier naar lekker vandoor, ga ik lekker richting huis toe. Huh? Ga je nou? Niks, gaan we verder. Ik ga lekker richting huis. Ik moet verder! Ik ga richting huis toe. En... Ja, want het huis komt niet naar jou toe. Nee, helaas niet naar jou. Dat was maar zo'n feest. Dus, en als het goed is, is er nog steeds bagger weer buiten. Yep. Dus jullie gaan me nu thuis zien. In 3, 2, 1. Thuis gekomen nou. En ik ga lekker nu alles dicht doen. Oh, wat heerlijk om eigenlijk thuis te zijn. Maar ja, ik moet even morgen een paar dingen snel doen. Dat is de was opruimen, kan ik morgen snel natuurlijk. Maar ik doe nu even, want het is nu droog namelijk de was en heerlijk eindelijk lekker thuis gekomen. Lekker warm, Ganja pikt alleen mijn plek in. Hé, hey. Waarom pik jij mijn plek in? Oh, stoot in mijn ding, snel stofzuiger. Hé, hey, waarom plik je mijn plek in? Hé, hey. Daar zit ik meestal, jongen. Ja, dat dacht ik ook. Even lekker aandacht vragen, mag ik alsjeblieft liggen om een kusje te geven, ja. Ja, zo, nee, zo zijn we niet met elkaar getrouwd, hè? Hey. Nee. Nee, zo gaan we niet. Zo zijn we niet. Zo heb je niet opgevoeld. Hè? Nou, dank. Maar ja. Wat ik nu ga doen is lekker vlog afsluiten. Lekker dadelijk slapen. En nu maar lekker een beetje in. Wat ik eigenlijk tegen jullie wil zeggen is. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je hier beneden abonneert. En tof reactie beneden achterlaat. En natuurlijk ook niet te vergeten om belletje te drukken en te abonneren. En dan zeg ik hierbij. Gewoon nieuwe vlog om 1 uur en dan zeg ik hierbij laters. Ik had net een bruinmoment gehad en een begeleider kwam met een heel goed idee. Heel geen slecht idee. En dan hadden we over Gaia.